denkt u als u hoort dat broederlijk deel haar 60ste verjaardag viert? Wel, ik heb een aantal heel concrete herinneringen vanuit die al lange geschiedenis van broederlijk delen. Mm-hmm. Niet van het prille begin, hoewel ik weet dat we als kind in school ook wel van deze acties deden, die toch wel bewustmaking met zich meebrachten. Maar mijn grootste herinnering aan broederlijk delen is van de tijd dat ik zelf 17 jaar was. Mm-hmm. We gingen naar een cursus voor aspirant leiders in Heusden, in het college waar een paar jaar later die grote brand zou gebeuren. We waren daar samen met een 100-tal aspirant leiders en toen kwam Basiel Maas spreken. Basiel Maas was de vorige proost in KSA en hij werd dan de proost van broederlijk delen vanaf 69. Het was in het jaar 69. Moet je weten, dat was eigenlijk een jaar met veel romantiek. Er waren eigenlijk veel mooie dingen, de wereld lag voor ons. Het concilie was net gebeurd. Er was ook een beetje romantiek van ja, Miek en Roel, Boudewijn de Groot, Miel Kools, die de katjes in het duister knipte. En die uiteindelijk, ja, dat was een tijd waarin we open stonden voor een nieuwe wereld. En waar, ja, toen Basiel Maas ons sprak, je moet zorgen dat je niet alleen aan je eigen gezin denkt, niet alleen aan de KSA, je jeugdbeweging waar je voor gaat, maar ook voor de grote wereld. Het is voor die grote wereld dat je je hart moet openen. Je moet leren in het perspectiefhoek van die grote wereld te kijken, zodanig dat ook hun zorgen jouw zorgen kunnen worden. Dat is eigenlijk wat ja, president Biden ook vorige week zei, je moet in de schoenen van de ander leren staan. Wel, dit is broederlijk delen voor mij ook, leren staan in de schoenen van de ander. Hoe ziet u het eigenen van broederlijk delen? Wel, het eigenen van broederlijk delen, en dat accent wordt steeds meer gelegd, is het delen, het herverdelen, het verdelen. En dat is iets wat je in het leven kan leren. Het is ook goed dat kinderen, jonge mensen dit leren te doen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat broederlijk delen ook de klemtoon blijft leggen op het broederlijke. Want het is juist omdat de andere voor mij een broeder is. En geloof ik bekeken omdat ook de andere kind van God is, dat we daartoe voortdurend geappelleerd worden om de ander niet te beoordelen. Dat zijn de armen, het is de schuld bij henzelf, of dat zijn de vluchtelingen, ze moeten niet naar hier komen. Maar hoe zouden wij zelf in een situatie staan, die broederlijkheid, dat we ons dat eigen maken? Ik vind dat heel belangrijk. Ik ben ook heel blij dat broederlijk delen in een consortium zit, als ik het zo mag zeggen, Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, waar ze samen met Welzijnszorg, samen met Caritas, deze accenten blijven leggen. Caritas, broederlijk delen, ze horen bij elkaar. Ten slotte heb ik van broederlijk delen geleerd en vind ik het heel belangrijk dat we in deze tijd van broederlijk delen leren om onze levensstijl een beetje aan te passen. Het is omwille van het broederschap, het wereldwijde broederschap, dat wij geroepen worden om eenvoudiger te leven, met het openbaar vervoer te reizen. Ik zeg maar aandacht te hebben voor ja, het minder dat ons eigenlijk dichter bij de weg van het geluk brengt en ook onze broederlijkheid mogelijk maakt. Wat heeft broederlijk delen eigenlijk met 40 dagen tijd te maken? Wel, het is zo dat broederlijk delen 60 jaar geleden gestart is in de context van de 40 dagen tijd. Dit is eigenlijk van bij oorsprong de vaste werking van de katholieke kerk. Een beetje gegroeid vanuit Populorum Progressio, een encycliek die toen door Paulus VI is geschreven, waar hij zei de ontwikkeling van de volkeren die moet jullie aangaan. En van daaruit is die actie broederlijk delen opgericht. 10 jaar later, 50 jaar geleden, werd ook in Duitsland Miserior opgericht. Maar we hebben ook voor broederlijk delen een soort evenknie hier in Franstalig België en dat heet Entraide et Fraternité. De wederzijdse hulp, nabijheid en broederlijkheid. Die klemtonen, die woorden zijn heel belangrijk. En dus die vaste actie is als het ware de keerzijde van de munt van het geloof. Ja. De 40 dagen tijd heeft te maken met geloof, maar heeft ook te maken met inzet voor de anderen die ook kind van God zijn. Nu, ik denk dat ons geloof ons helpt om ook meer broederlijk te delen. Wat is eigenlijk de 40 dagen tijd? De 40 dagen tijd is een geconcentreerd beleven van ons geloof.
In ons geloof gaat het uiteindelijk altijd om Pasen. Pasen is ja, het mysterie dat God zijn Zoon, die ons leven geleefd heeft, die daarin heel mooie dingen heeft gezegd en gedaan, die uiteindelijk de weg van het lijden is gegaan, dat God niet heeft toegestaan dat zijn sterven het laatste was. Hij heeft hem verhoogd. Dat vieren we, dat is de kern van ons geloof, die we elke zondag opnieuw beleven. Maar dat is ook de kern van het paasgebeuren. Maar nu, in de 40 dagen tijd proberen we dat mysterie intenser te beleven nog dan gewoon. We beleven zo momenten van het heerlijke van ons geloof, de verheerlijking. Waarlijk, gij zijt mijn Zoon, we herinneren ons dat in de liturgie. We herinneren ons ook in de 40 dagen tijd zo die grote evangelie waar Jezus spreekt met de Samaritaanse, waarin hij levend water geeft. Dat proberen we te beleven. We proberen, zoals de blindgeborene leerde zien, zo proberen ook wij met de ogen van het geloof te leren kijken. En zelfs ons lijden, het lijden van het leven van Jezus, proberen we te vatten als een, ja, iets dat bij het leven hoort en waar we tegelijk door kunnen gaan en dat niet het laatste woord heeft. Dat vieren we met Pasen. Dus broederlijkheid, broederlijk delen en ja, de verdieping van ons geloof, die horen samen. Het is pas vanuit een diep geloof dat je blijft broederlijk delen en dat je ook je daartoe uitgenodigd weet, niet alleen omwille van een campagne, maar ook door God zelf. Gemakkelijk, maar hoe ziet u het mogelijk om de 40 dagen tijd te beleven en campagne te voeren voor broederlijk delen? Ja, in deze coronatijd is alles anders dan gewoonlijk. Ook het onderwijs, ook het leven van jonge mensen is anders ingevuld. Ook de mensen die thuis moeten werken, thuis werken. Een andere wereld waar we in staan. En dat heeft ook zijn gevolgen voor de liturgie. Dat heeft ook gevolgen voor iets als een campagne van broederlijk delen. Wat de liturgie betreft herinner ik mij een heel mooie zin uit het gesprek van Jezus met een Samaritaanse vrouw. Dat was het evangelie net voor de eerste lockdown. Toen zei het evangelie, toen zei Jezus in dat evangelie, er komt een tijd dat gij nog in de tempel, nog op de berg, de Heer zult kunnen aanbidden. En dan moet gij de Heer aanbidden in geest en waarheid. Ik denk dat nu deze lange periode, dus langer dan we toen gedacht hadden, dat wij opgeroepen zijn om als christenen evenzeer verbonden te zijn met God, in geest en waarheid, met heel ons leven, met heel ons bestaan. Dat vind ik heel belangrijk. We kunnen ondertussen ook de liturgie nog wel mee vieren via de digitale weg, kunnen we ook via de televisie. En we kunnen ook thuis misschien de zondagsevangelie lezen of een psalm. Waarom zou het niet kunnen dat men op zondagmiddag thuis in het gezin een psalm bidt, goed gekozen, een gemakkelijke psalm. Er zijn dus creatieve wegen om ook gelovig gevoed te worden in de rare tijd die we beleven. Wat betreft broederlijk delen, ja, voor hen is het een moeilijke. Het is de tweede keer dat hun campagne eigenlijk in volle coronatijd gebeurt. Ze zullen ook daar creatief moeten zijn. Ik hoop dat de overheid die ondersteunende maatregelen blijft nemen. Die 60% aftrekbaarheid was toch een grote ja, gunst die men beleefd heeft, die nodig was voor alle NGO's als het ware. Ik hoop daarnaast ook dat mensen die wat hebben kunnen uitsparen door het hele corona gebeuren, niet op vakantie zijn geweest en zo verder, ja, vanuit een broederlijkheid naar andere mensen toe wat meer zouden kunnen geven. En daarnaast zal men de creatieve wegen moeten gaan. Misschien kan er toch wel wat in scholen. Kan men toch leerlingen vandaag ook helpen broederlijk te delen. In ieder geval denk ik dat we ja, in de tijd van 40 dagen die we beleven, dat we toch echt zouden geloven dat ook de Heer nu bij ons is. En dat we vanuit Hem met grote trouw die weg van de broederlijkheid zouden kunnen gaan. Het wordt een intense 40 dagen tijd. Het kan ook een mooie 40 dagen tijd worden. In ieder geval beleefd vanuit die grote werkelijkheid die Pasen is en de levende Heer in ons midden. Ik wens jullie een mooie 40 dagen tijd, een mooie campagne ook van broederlijk delen.